MSSH, MSSH. Yes, deze video gaan we verder met de jog. De sproeiers komen morgen binnen. En wat ik ga doen is de toerenbegrenzer inbouwen. Alle bekabeling daarvoor maken, alles netjes aansluiten. Dat ik in ieder geval, als dan morgen de boel is, ik het makkelijk kan doen. Ik ga het heel chic doen. Ik heb, dit is dat originele luchtinjectordoosje. Daar past die begrenzer precies in. Dus dit gaat zo op de buddy geschroefd worden straks netjes. En dan vanaf daar ga ik de kabeltjes helemaal verstopt in de kabelboom doen. Nobody will know. How will they know? They won't know. Maar dat is priegelwerk. En daar is niet leuk om naar te kijken. Dus dat ga ik nu gewoon even allemaal fixen met de hand. En dan roep ik daarna jullie er weer bij. En dan laat ik jullie het eindproduct zien. En dan gaan jullie zien dat het inderdaad super minimalistisch is ingebouwd. En niet gaat opvallen. Dat is wat ik wil. Dus dat gaan we vandaag doen. Verder heb ik de rollen, de drukveren, de trekveren, alles is binnen. Een nieuw bougietje heb ik er ook voor besteld. Want ik denk, nou ja goed, dan maken we er maar alles van. En dan deze video in ieder geval beginnen met het inbouwen van de toerental begrenzer. Nou boys, ik vind dit toch zo leuk. Als ik hem aanzet, gaan even alle ledjes aan. En dan knippert alleen rood, dat is goed. Dan staat hij in de zwakke begrensmodus. En kijk eens hier, dit is het kabelboompje. Ik heb dit opengewerkt. Oh, opnieuw. Dit is het CD-kabelboompje, ik heb dat opengewerkt. Vanaf hier heb ik de wires erbij gesplit. En kijk hier, deze drie komen er extra uit. Dan heb ik er helemaal origineel uit laten zien. Dadelijk kan dit mooi dicht. Dan komen al die kabeltjes zo aan de zijkant chic eruit. Moet je eens kijken, dat ziet er gewoon origineel uit. Hang ik hem hierop uiteindelijk, in dit bakje, zie je niks van. Nu ga ik hem even instellen, de afstandsbediening inleren en zo. Het is in het Duits, gelukkig spreek ik dat heel goed. Dus ja, dan gaan we nou even fixen. Oké, zal ik eens kijken of die nog loopt? Oké. Ik heb hem niet heel erg verneukt. Oké, cool. Gaan we verder. Vet cool, het werkt. Ik ga jullie even laten zien hoe het werkt. Branden niks, geen lampjes. Ik zet hem op contact. Knippert er van alles. Gaat hij af en toe knipperen omdat hij het toerental niet herkent en zo. Zie je, daar knippert hij af en toe. Druk je op de afstandsbediening op B. En nu blijft groen branden. Nu is hij uit. En hij knippert af en toe omdat hij geen toerental ziet. En nu kan ik, als ik de gewenste snelheid rij, op C drukken. En dan leer ik hem bij welk toerental hij moet begrenzen. Druk ik nu op A. Springt hij er weer op. Moet je niet tijdens het rijden doen, je moet hem gewoon uitzetten voor je gaat rijden. Dus nu druk ik weer op B. Groen branden, begrenzer eraf. Toppie, dit ding werkt. Nu even afbouwen, ga ik jullie zo laten zien hoe mooi het weggewerkt is. En dat is het eindresultaat ingebouwd. Dit is de begrenzer, dit is die luchtinjector. Zoals je ziet heb ik die opengenepen en deze wat ingekort. Hij zit in deze geduwd, daar zit hij eigenlijk al vast in. Maar ik wou dat hij er niet uit kon schuiven over tijd. Dus deze ingekort en gezorgd dat hij daar dan, ja, hij cupt hem hieronder zeg maar. Dit blijft zitten. Hierachter heel mooi dat kabeltje weggewerkt. En die loopt dan hier de kabelboom in en je ziet er gewoon helemaal niks van. En het werkt. Hij werkt gewoon prima. Ik heb hem al getest op een veel te laag toerental. Hij houdt in. Dus nu moet ik wel stoppen, want ik heb de grotere sproeier nodig. Anders kan ik er niet meer rijden, maar de jog weer een stukje verder. Nu ga ik naar bed. 11 uur. Mooie tijd naar bed. Wat was dit wel een heerlijk projectje, man. Ik hou toch echt wel van elektronica. Dit is niet super complexe elektronica of zo, maar hier hou ik echt van. Dit vind ik echt leuk zo. Dit te maken, dit uit te denken, dit mooi te doen. Ja, ik ben hier gewoon een beetje trots op, durf ik wel te zeggen. Ja. Gaan we nog één keer naar kijken? Kijk, als ik hem op contact zet. Je kan het hier net door die gaatjes zien knipperen, gok ik. Ja, zie je? Bloep, 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 bloep. Rood, en dan gaat hij nou weer groen knipperen. Bloep, bloep, kom maar. Ja, daar is hij. En nou druk ik op de B. Ontgrens me. Kijk, ontgrenst. Begrens me. Begrenst. Oké, welterusten. Yes, de sproeiertjes zijn eindelijk binnen. We gaan een grotere sproeier zetten in de jog. Maar een jog is kei onhandig gemaakt, dus ik moet de buddybak eruit pakken om daar goed bij te kunnen. Tenminste, het is de enige manier waarop ik zie dat het fatsoenlijk kan. En ik heb ook geen zin om te veel met dat ding te worstelen. Dus we pakken gewoon de buddybak eruit. En dan gaan we even sproeierken wisselen. Dus ja.
Ik zal zo even laten zien wat erin zit en waar we naartoe gaan. 15 maten groot, denk ik. 16? 16 maten groot, want 15 bestaat niet. Oh ja, supergoed shot. Ja. Pureback. Ik ga even de sproeier uit de jog trekken. Ja. Yeah. Sproeien ze eruit? Ja, dit is echt. Dit is zo'n klein friemel dingetje. Het is maat, wat was het nog eens? Ik heb het de vorige keer al proberen te ontcijferen. Ja, maar ja. Ik moet even ontcijferen. Oké, met sleutelen word je misschien wat handiger als je ouder wordt, maar je ogen zeker niet beter. Ik heb gewoon mijn telefoon gebruikt. Met die stand dat je zo heel erg kan inzoomen en het is een 64. Wat ik dan altijd doe is 74 tot en met 92, 54 tot en met 72. Ik doe deze, ik hou zeg maar sproeiers die ik ergens uithaal gescheiden van de afstelsetjes. Want deze kunnen we aannemen, die zijn van hetzelfde merk, dat die ongeveer in dezelfde range zijn. Dus 74 is ook echt groter dan 72, bla bla bla. Deze die uit de scooter komt, geen idee of die maattechnisch oké is. Bewaar hem wel, kan hem misschien altijd nog gebruiken. Maar ik ga, dan, ik ga die niet zeg maar terugduwen in het doosje of zo. Oké, cool. Nou, oké, 80. Gaan sproeien 80 erin zetten en kijken of hij dan bovenop het leven leuker vindt. Bovenin liep hij duidelijk de arm. Nou, qua lopen, qua gevoel in één keer goed. Valt niet meer weg. Goede oppak. Ding is vlug. Holy, ook weer snel. Maar we gaan even een extra check doen. Wat je doet, je rijdt plankgas. Zet sleutel uit, vol remmen, zo hard als je durft. Het beste is een slippend wiel, want de motor moet zo snel mogelijk uitvallen. En dan draai je de bougie eruit en dan kijk je naar de bougie. Dat heb ik dus gedaan, dus ik ga nu even de bougie eruit draaien. Kijken we even naar de bougie, wat we kunnen zien. Het is wel een nieuwe bougie, dus we kunnen er waarschijnlijk nog heel weinig op zien. Maar ik ga hem er even uitdraaien, laat ik het jullie zien. Anders moet ik hem gewoon iets langer inrijden en dan... Nou, bougie eruit. Kijken of ik het jullie kan laten zien. Hij staat te arm, vind ik. Ik weet het niet zeker, want ik heb natuurlijk niet heel lang kunnen regelen. Maar de punt van de elektrode vind ik te wittig. Het begint wit uit te slaan. Het is een verse bougie, dus het is moeilijk te zien. Maar het is duidelijk lichtgrijs in mijn ogen. In plaats van het moet koffie met melk bruin zijn. Ga ik risico nemen. Is een nieuwe cilinder, nieuwe uitlaat, alles vers. Ik heb liever dat hij wat te arm staat. Als ik hem hier meegeef aan de klant, heb ik liever dat hij een sproeiermaat of 6 te rijk staat. Ja, dat kost een beetje vermogen, maar dan blijft hij heel. Mijn eigen zooi zet ik op scherp, maar dat kan eigenlijk pas na alles helemaal ingereden, alles gesetteld. Dus voor nu gaat hij eruit en ik ga naar sproeier 86 en kijken wat hij daarmee doet. Als hij dan hetzelfde voelt, hetzelfde rijdt, laat ik die erin zitten. Doe ik wederom wel die check, maar dan weten jullie dat. Dus gaan we nu weer doen. Buddybak los, carburateur eruit, bla 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 bla. Sproeier 88, nog altijd aan de witte kant. Oftewel, we gaan gewoon volhoud meteen 92. Weer terug eraf. Zo, die loopt leuk zeg. Holy shit. Jullie hebben vast de short gezien, zo niet gaan we checken. De jog trekt net geen autowheelie. Ik moet hem een beetje helpen, maar dan komt hij omhoog. Is ook natuurlijk een gruwelijk zware neus. Uiteindelijk sproeier 92 erin gezet. De gasnaald helemaal omlaag. De clip op de gasnaald helemaal omlaag. Zodat de gasnaald zo hoog mogelijk staat. En 4,7 gram rollen. Gele trekveren van Molossi denk ik. Die zaten er al in, maar die zijn gewoon goed. En standaard drukveer. Hij doet gewoon met standaard drukveer. Mooi, houdt hem strak op toeren. Gaat pas heel laat overtoeren maken. Het is een snorfiets. Dus hij loopt 65, 70 als je echt wil. Maar... moet nog ingereden worden, dus zo lang wil ik niet die toeren draaien. Maar dan is hij echt wel flink overtoer aan het maken. Dus dat geef ik ook mee aan de volgende eigenaar. Mochten ze ooit toch harder willen, moet er een andere vertanding in gaan komen. Met de begrenzer erop loopt hij perfect 30. Die begrenzers zijn echt chill van Easy Rider. De digitale begrenzer kun je gewoon afregelen. Het is echt... je hebt een afstandsbediening, logisch. Als die van contact gaat, staat de begrenzer erop. Druk je op B in dit geval, is de begrenzer eraf. En als je dan de snelheid gaat rijden die je wil, of het toerental wat je wil hebben, dan druk je op C en dan leer je de CDI, of sorry, de begrenzer, welk toerental die moet aanhouden. En dan werkt het. Dan gaat hij daarna dat toerental draaien.
En dan met B weer eraf. En als je aan het rijden bent en je moet hem erop hebben, dan op de A. Maar niet rijden met begrenzers aan in principe. Alleen als je op de rollenbank even zo komt. Dus wat ik nu ga doen is de kappen erop zetten. De eigenaars appen dat ze hem kunnen ophalen. En dan komen ze hem hopelijk morgen al halen. En dan is het ook voor de jog weer bye bye. Ik ben overigens echt reet onder de indruk van dit setupje. Dus een Aersol 70cc met de Cito Plus snelle uitlaat. Wat blijft die combi toch lekker, jongens. DR70 met die Cito Plus op Piaggio is ook zo'n magische combi die gewoon echt lekker loopt. Als je hier nou eens een Yasuni Z of zo tegenaan hangt, of een R. Yasuni R is nog beter, denk ik. Die heb ik daar hangen voor mijn zip. Maar een Yasuni R, dat is echt, dan wordt het echt vlug. Denk overigens dat er uit de afstelling nog wel een haartje meer te halen is. Zoals gezegd, hij staat denk ik nu wat te rijk. Maar hij loopt er heel mooi mee, dus ik vind het prima. Ik merk wel dat ik iets minder vermogen onderin heb dan toen ik de kleinere sproeier had. Maar goed, als ze arm zijn, dan zijn ze fel. Dus als ze te arm lopen, en dat is risky. En ik denk dat hij misschien nog iets meer toeren zou kunnen. Maar dan worden die overtoeren zo extreem. Dus dat is echt zo'n balans van dingen als je afstelt die je allemaal rekening mee moet houden. Het is nu gewoon peut gas geven, strak in de toeren naar het einde toe, niks aan de hand. Geweldig. Dus ja, dat is de jog. Ga ik morgen nog wat beauty shots maken ervan of niet? Doe ik wat b-roll aan het eind? Ik denk dat ik even wat b-roll ga maken. En dan, ja. Hier was de rant al over wat ik ervan vond. En dan was het na de b-roll ook meteen de video. Thanks voor het kijken. En nou zijn al mijn projecten weg. En moet ik gaan denken waar ik aan ga werken. Ja, dat wordt een motorzip dan. Alhoewel ik ook weer een nieuwe zip erbij gekocht heb. Ja. Er komt misschien morgen weer een type 3. Een echte type 3. Yo, dat was de b-roll. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende. Ik zag net in de statistieken dat 74% van jullie niet... Oké, fuck dit jongens. Later.